In het begin van de 17e eeuw waren er verschillende koeriers die via vaste routes, bijvoorbeeld van Amsterdam naar Antwerpen, poststukken voor de kooplieden vervoerden. Buiten die routes moest men gebruik maken van beurtschippers en lopers. Die schippers brachten de brieven bijvoorbeeld naar een herberg die ze voor het raam zetten. Na de vrede van Münster bloeit de handel op en komt er meer post. Op verschillende trajecten worden de lopende boden vervangen door boden te paard en wordt het postvervoer bedrijfsmatig georganiseerd. Al in 1650 liep er een postweg van Rotterdam via Kralingse Veer over het eiland IJsselmonde naar Heerenveen. Daar werd de post overgezet met het Kuipersveer en ging de route verder naar Antwerpen. Ook werden er brieven meegegeven aan trekschuiten. Een eeuw later is er al veel meer postverkeer. In 1752 gaan de bestuurders van de gewesten Holland en West-Friesland de post beter organiseren. Er kwamen postkoetsen met vaste routes en pleisterplaatsen. De postiljons moesten tevens een uniform dragen om goed herkenbaar te zijn als de officiële postvervoerder. Om ook kleinere plaatsen in het netwerk op te nemen, richtte men toen entrepostes op, waar een brievengaarder de brieven verzamelde en bezorgde en brieven afgaf en ontving van de voorbijtrekkende postiljon. Zo kwam er ook in Barendrecht een entrepost. Romantisch was een reis met een postkoets natuurlijk niet, maar je kon wel makkelijker naar veel plaatsen reizen, zonder lange afstanden te moeten lopen. Aan de Singel fungeerde een winkeltje als entrepost. Daar kon je tegen bestaling van 5 cent een brief brengen. Als de winkelier er dan een stuk of 10 bij elkaar had, bracht hij ze naar de postiljonhalte aan de Dordtse Straatweg. Toch bleef er ook clandestien postverkeer. Zo gaf de kerkenraad van de hervormde kerk soms brieven mee aan de beurtschipper die in de oude haven achter de Singel zijn ligplaats had. In Barendrecht woonde aan het eind van de gebroken Meeldijk ook een postiljon. Hij heette De Heer. Elke morgen reed hij naar Rotterdam en begon vandaar zijn rit naar Dordrecht. In de Franse tijd worden de vele particuliere postbedrijfjes omgevormd tot één onderneming, ondergebracht bij het ministerie van Financiën. De aanleg van spoorwegen is ook voor het postvervoer van belang. In 1844 sluiten de spoorwegen en de posterijen hiervoor een contract. De brievengaarder moest zelf de post van het station halen om die vervolgens te voet in Barendrecht, Goedoot en Smitshoek te bezorgen. Het postverkeer groeide omdat er steeds meer mensen kwamen die konden lezen en schrijven. Daarom vraagt in 1847 burgemeester Pleun de Raad de minister toestemming om in Barendrecht een echt distributiekantoor der posterijen te vestigen. Barendrecht had toen nog geen 2000 inwoners. Brievengaarder en veldwachter Hermanus Boshoven kreeg bevel om een brievenbus aan zijn woning aan de Singel te bevestigen. Voor brieven die hij in het dorp moest bestellen kreeg hij 5 cent. Maar de uitgaande brieven moest hij gratis afleveren bij de halte van de postiljon, de boerderij De Gabel, gelegen bij het einde van de Noldijk aan de Dordtse Straatweg.
Vanaf 1889 tot 1906 is Jan Plezier brievengaarder. Zijn opvolger is Teunis van den Heuvel, maar dat was geen succes. Hij werd binnen een jaar al ontslagen, omdat hij soms, met brieven en al, dronken in de sloot langs de Puinweg lag. De Barendrechtse weg. Kleermaker, koster, organist en amateur historicus Kees van der Hoek heeft veel feiten over de post verzameld en opgeschreven. Over zijn eigen ervaringen schrijft hij. Toen ik in 1905 nog bij mijn ouders thuis woonde en 20 jaar was, ben ik een jaar lang werkzaam geweest bij de spoorwegen te Barendrecht. Nachtdienst van 's avonds 6 uur tot 's morgens 6 uur voor 1 gulden per nacht. Dat deed ik om wat bij te verdienen. Dan kwam elke nacht om 12 uur Leen de Groot, lopend uit Heinenoord, de post ophalen die de laatste trein uit Dordrecht bij zich had. Dat was een sneltrein. Daaruit werd dan de postzak gegooid als hij voorbij snelde. Dan diende je te zorgen dat er niemand op het perron stond. Anders was je nog niet gelukkig wanneer je zo'n zak tegen je aankreeg. Het was er aardedonker. Er brandden geen lantaarns, alleen voor het station stond een olielamp. Zo'n zak die vloog dan wel een heel eind met de trein mee. Soms moesten we uren in het donker zoeken. Of hij lag in de tuin van de stationschef of tussen de rails. De trein kwam een half uur later terug en bracht weer post mee. Daarna kon Leen de Groot beginnen aan de 2 uur durende voetreis naar Heinenoord. Weer of geen weer, de brievengader van Heinenoord ging elke nacht met de postzak op zijn rug lopen voor een salaris van 5 gulden per week. In 1907 wordt Ludovicus Kluyt brievengaarder. Die woonde in de voormalige herberg aan het Dorpsplein, nu Doornmanplein. Toen in 1911 bakker P. Pot schriftelijk naar het ambt van burgemeester solliciteerde, opende Ludovicus Kluyt de brief en bezuinde dat rond. Hiervoor werd hij aangeklaagd, wegens schending van het briefgeheim. Burgemeester Baks van Willemstad werd burgemeester in plaats van bakker Pot. Enige tijd later kreeg Ludovicus een brief in handen van een medeminnaar. Hij kon het echter niet laten om ook die brief open te maken, waarvoor hij werd ontslagen. Van 1913 tot 1932 was Johannes van Driel postkantoorhouder. Dat kantoor was gevestigd op de hoek van de Dorpstraat en de Tweede Baanresseweg naast de Bethelkerk. Dat pand moest in 1932 worden afgebroken om de Baanresseweg te verbreden. In de uitgave Barendrechtse Verhalen staat een interview met Jan de Notter, die bekend stond als Jan de Post. Hij vertelt daarin.
In 1924 waren we in Barendrecht met 3 man. 'S Morgens om 4:15 waren we present. Post sorteren, stempelen en de weg op. Tijdens de bestelling leegden we de brievenbussen. We hadden natuurlijk een fiets die we zelf moesten kopen. Met de slechte wegen van toen hadden de banden heel wat te lijden. Ik had met Aart de Ruiter, de fietsenmaker, geregeld dat ik ieder jaar een nieuwe fiets kreeg, tegen inlevering van mijn fietsgeld. Tegenwoordig zouden we dat leasen noemen. Op zondag bezorgden we alleen rouwkaarten. Een vaste wijk kenden we niet. We hadden een ruilboek, dus onderling konden we heel wat regelen. Ik weet nog dat we in het café tegenover het station, samen met de post voor Rijsoord en Heerensdam, op de trein moesten wachten. Dat was natuurlijk koffie drinken en biljarten, maar oh wee als de chef eraan kwam. 7 jaar lang was ik hulpbesteller. Alleen als ze werk voor je hadden, moest je komen en verdiende je centen. De rest van de tijd werkte ik natuurlijk nog gewoon bij mijn vader, op de melkkar. Maar in mei 1931 kreeg ik mijn vaste aanstelling. Burgemeester Baks heeft nog voor mij gepleit en in 1932 kon ik trouwen. En trokken we ook naar het postkantoor aan de Dorpstraat.